Welkom bij In Gesprek Met. We zijn hier weer in de secretarie. En ik heb hier tegenover me Wout van der Wolde. Jij bent directeur van een basisschool hier in van de Sprinkels, geloof ik. OBS Sprinkels? Ja. Ja. Een van de openbare basisscholen hier in Meppel. Ja, klopt. Dat wou ik zeggen. En jij bent namens Stichting Promes ben je hier. Ja. En Stichting Promes is eigenlijk een heleboel basisscholen zijn daar onderdeel van. Het is een overkoepelende organisatie van de Stichting van de Openbare Basisscholen in Meppel, Staphorst, ja, in Nijenveen. In totaal hebben we 9 basisscholen, 7 regulier, 5 in Meppel, 2 in Staphorst en dan nog een school voor speciaal onderwijs en een Makaaischool. Ja. Dus dat maakt 9. Jij bent hier omdat er een project op dit moment is namens Stichting Promes, namelijk het Spotjournaal. Ja, dat klopt. Ja. En het Spotjournaal, dat is iets heel leuks vanuit Stichting Promes. Kun je daar iets over vertellen? Ja, daar kan ik wel iets over vertellen. We hebben vorig jaar de intocht van Sinterklaas gehad in Meppel. En een landelijke intocht, dus zeer speciaal. Iedereen in Meppel was daar druk mee. En op een gegeven moment hadden wij, bij ons op school, hadden we zoiets van... Ja, wat gaan wij er nou mee doen? Want het leeft natuurlijk enorm. Dus zo is eigenlijk het idee gekomen om een soort eigen Sinterklaasjournaal te gaan maken. Nou, zeer enthousiast. We hadden een heleboel leuke ideeën en gekke ideeën. Toen hebben we contact gezocht met RTV Meppel. Want we hadden zoiets van, als je dan zoiets wil doen, dan moet je zorgen dat het ook kwalitatief goed staat. En ook daar enthousiasme alom. Dus dat heeft geresulteerd in eigenlijk vijftal afleveringen van het Sinterklaasjournaal. Wat zich afspeelde op de verschillende basisscholen in Meppel en Staphorst. Ja, en dat was een enorm succes. Ja. Toen hadden we zoiets van, ja, als dat dan op die manier gewaardeerd wordt, om ook een heel klein stukje, een inkijkje in de scholen te geven, hoe kunnen we dat dan een vervolg geven? Ja, toen hebben we gezegd van, laten we eens gaan kijken of we dat een vervolg kunnen geven in de vorm van een soort jeugdjournaal. Nou, dat is het Spotjournaal geworden. En daarin hebben we gezegd, nou laten we nou 4 afleveringen in een jaar gaan maken, hangend aan een viertal thema's. De zomervakantie was er één van, dat was de eerste aflevering. Zometeen begint de kinderboekenweek, met allerlei activiteiten op de verschillende scholen. Dat een thema te laten zijn. Natuurlijk weer Sinterklaas proberen we iets mee te maken. Ja, en het voorjaar, dan heb je eigenlijk een aantal activiteiten binnen de scholen gepakt, waar je zoiets om kon maken. Ja. Nou, zo is het journaal tot stand gekomen. Ja, het enige wat nog resulteerde was een goede naam. Dus ja, na lang zoek is het Spotjournaal geworden. Stichting Promes op TV is daar de afkorting van. Okay, ja. En op die manier maken we de uitzending. Opnieuw met natuurlijk juf Kim in de presentatie, zoals ze ook met het Sinterklaasjournaal heeft gedaan. En met medewerking van alle openbare basisscholen in Meppel en Staphorst. Maar gelukkig ook met heel veel... instanties en bedrijven die zeggen, goh wat leuk, kom ook bij ons filmen, zoals het Grafisch Museum of een drukkerij hier in Meppel, ja. Waarin we die opnames kunnen maken. Ja, laten we eerst eventjes, nou je hebt al 4 onderdelen gezegd, ja. 4 onderdelen van het Spotjournaal. Laten we eventjes gaan inzoomen op de kinderboekenweek. Altijd jong, het thema is voor altijd jong, dus dat is zoals het nu staat. Ja, en dat hebben we gebruikt om op de verschillende scholen activiteiten te filmen. Die gebeuren daar natuurlijk. Dus het begint met, ook in de aflevering, een opname op het Gaarland, waar opa's en oma's aan het voorlezen gaan. Ja, en die nemen ons mee naar bijvoorbeeld het Grafisch Museum, hoe vroeger een boek werd gemaakt. We maken nog een uitstapje naar een van de drukkerijen om ook te zien hoe gaat het dan nu door de ogen van de kinderen. Met enkele vaste rubrieken die we hebben. Kokkie Wokkie, die natuurlijk weer iets gaat koken voor ons. Dit keer in de Reestoeverschool. En op die manier proberen we dat een beetje te belichten. Ja, en wanneer wordt het programma uitgezonden op de basisschool? Nou, we hebben het gepland op 18 oktober. Dat is na de kinderboekenweek, zodat we nog even kunnen terugblikken. Dat is de dinsdag in de herfstvakantie. Juist. En dan wordt het uitgezonden bij Omroep Meppel. RTV Meppel. Ja. En is het ook zo dat deze uitzending ook nog is, dat er nog iets in de klas wordt gedaan daarmee? Nou, de opnames zijn vanuit de verschillende scholen. En op alle scholen wordt de uitzending uiteraard straks bekeken via Digibord. En dan is het helemaal super natuurlijk wanneer je zelf optreedt in dat journaal en jezelf levensgroot daar gepresenteerd ziet. Dus dat is in ieder geval één.
En je ziet een enorm enthousiasme met de kinderen die meedoen en mee mogen doen. Of het nu de opnames is bij de drukkerij. Of zoals gisteren bij het Grafisch Museum. Ja, dat is heel leuk om dat te zien en om dat mee te maken. Ja. Ja. Het lijkt mij een heel erg leuk project toe. Ja, is het ook. Ja. Ja. Heb jij nog iets toe te voegen aan datgene van wat je hebt gezegd? Nou, het enige wat ik toe kan voegen is dat op alle verschillende scholen van Promes, de sites, daar is een onderdeel te vinden, Spotjournaal. Ja, daar is de aflevering terug te kijken. Zowel van het thema vakantie als ook de promo die we hebben gemaakt. En daar zal straks ook de uitzending te vinden zijn over de Kinderboekweek. Ja, en mensen kunnen natuurlijk altijd zien op www.rtvmeppel.nl. Ja, daarom. Ja. Als mensen nog iets willen weten over dit project, waar kunnen ze dan terecht? Nou, zoals gezegd, op de verschillende sites staan omschrijvingen. We hebben een e-mailadres, spot@stichtingpromes.nl. Als je je vraag daar naartoe stuurt, dan komt die altijd bij een van ons terecht. Wout, het is helemaal duidelijk. Ja, super. Heel erg bedankt dat je dit hier voor de camera hebt gezegd. Graag gedaan, leuk dat je hier mocht zijn. Heel graag gedaan. Ja. Ze zeggen, succes ermee. Dankjewel.